Het Europees Overkoepelend Orgaan voor Wetenschappers heeft de afgelopen jaren diverse rapporten uitgebracht die aantonen dat biomassa geen oplossing is voor het klimaatprobleem en juist grote schade aan onze gezondheid, de natuur, het klimaat en onze toekomst veroorzaakt. Meer dan 800 wetenschappers hebben vorig jaar een gezamenlijke brief aan de Europese Unie verzonden om de ontbossing en het verbranden van houtige biomassa een halt toe te roepen. Vrijwel alle NGO's die zich inzetten voor natuur en klimaat sluiten zich hierbij aan. De politiek in Nederland laat zich echter voorlichten door een kleine groep Nederlandse wetenschappers van het Copernicus Instituut, waarvan bekend is dat die paar wetenschappers zich laten betalen door de pro-biomassa-lobby zoals RWE en Cent. De hoogste rechter in Nederland heeft geoordeeld dat de huidige generatie Nederlanders reële kans heeft om te sterven aan de gevolgen van de CO2-uitstoot. En dat de Nederlandse staat verplicht is om die uitstoot voor eind 2020 met 25% te verminderen. Wij laten 10 wetenschappers aan het woord die uitleggen waarom de politiek zich schuldig maakt aan het niet nakomen van dat oordeel van de rechter. Naast het verergeren van het CO2-probleem zorgt biomassaverbranding ook voor ernstige problemen met de biodiversiteit, het klimaat, verlies van ecosystemen en onze gezondheid. Wij geven nu aandacht aan het CO2-aspect, omdat de overheid een wettelijke verplichting heeft om deze uitstoot te verminderen. Helaas stoot biomassa nog meer CO2 uit dan kolen. Dat weten heel veel mensen niet. We denken dat het duurzaam is omdat we die houtkorrels die we in die centrale gooien vervolgens vervangen door bomen die we gaan planten en op den duur nemen die bomen weer CO2 op. Maar dat duurt minstens 20 jaar en die tijd hebben we helemaal niet. Dus de betere oplossing is helaas toch om die kolencentrales uit te zetten. Op de korte termijn kan je dan nog beter een gascentrale aanzetten, want dat is maar de helft van de uitstoot. En op de langere termijn betekent het natuurlijk dat we heel veel zonne-energie, windenergie en diepe geothermie willen om voldoende duurzame elektriciteit te maken. Maar een biomassa-centrale is niet de oplossing. Daarnaast worden er nu ook heel veel warmtenetten gepland. En mensen denken dan dat als je een warmtenet met biomassa stookt, dus als je warm water maakt met biomassa, dat dat duurzaam is. Maar ook daar geldt dat het CO2-uitstoot oplevert en dat het niet duurzaam is. Een warmtenet kun je beter doen op diepe geothermie. Dus ook hier geldt, biomassa is geen duurzame oplossing. Helaas. Wij subsidiëren nou dat er overzee, dus in de Verenigde Staten en in Canada en ook in de Baltische landen op grote schaal bossen worden gekapt. Die worden daar in stukjes gehakt en daar worden ook pellets van gemaakt en houtstukjes. Die worden met vervuilende schepen naar Nederland getransporteerd, worden overgeslagen, wordt met de vrachtwagens ook naar de biomassacentrales gebracht. Dus allemaal luchtverontreiniging. En dan wordt het daar verbrand in die biomassacentrales. Komt meer CO2 komt erbij vrij, er komt een heleboel fijn stof komt erbij vrij, een heleboel stikstofoxide, stikstof, nu al een groot probleem, wordt nog erger met deze biomassacentrales. En wat zijn we wat duurzaam bezig? Wat we in feite dus doen met die 11,4 miljard euro, daarmee financieren we onze eigen luchtverontreiniging. David Smulders, hoogleraar van energietechnologie in de TU in Eindhoven. Klopt de klachten die Marloes en Jeroen hebben, kan dat komen van die biomassa-industrie? Lijkt mij wel, ja. Ja. Ik verwijs even naar een rapport van DNVGL, dat is de vroegere KEMA, van de KEMA-keur natuurlijk. En die hebben inderdaad, dat is ook in de pers geweest, gezegd dat bij kleinere biomassa-centrales, waar het hier ook over gaat, dat de uitstoot typisch zo'n 20% hoger is dan bij kolencentrales. Alle vormen van biomassa, als je daar energie of warmte van wilt halen, stoot je meer CO2 uit dan bijvoorbeeld aardgas. En er zijn nog mensen die zeggen van ja, dat is wel bezwaarlijk. Maar als we takken uit eigen land nemen, ja, en je hoeft er niet zo ver mee te sjouwen, ja, dan is het nog wel milieuvriendelijk. Maar dit is nu juist het meest slechte wat je hebben kunt. Je kunt het wel zien, het is, er zit van allerlei vuil in. Er zitten stukken met takken en naalden in. Ja. Dat moet gedroogd worden, dat moet opgeschoond worden. Voordat dit geschikt is om te verbranden, gaat er nog heel veel energie in. Ja. En als je dan bovendien bekijkt dat dus eigenlijk voor de meeste plekken waar dit vandaan komt, eigenlijk dit spul veel beter in het bos kan blijven liggen, omdat het heel goed is voor de groei van de bomen die achterblijven. Het is absoluut slecht voor het milieu. Het is slecht voor de buren, de longen, de luchtkwaliteit, de stikstof. Kijk,
Hout heeft een hele lage energiedichtheid. Hè? En als je dus warmte of elektriciteit warmte wilt maken, ja, dan moet je heel veel hout verbranden. En dan krijg je dus heel veel CO2 uit die schoorsteen. Ik was heel erg boos over die subsidies, want ik denk dat gewoon heel erg slecht is gegaan. Ja, ja, ik ben blij dat er nu volgende vraag. Ja. Hoe kan het dan dat daar massaal subsidie op verstrekt is? Ja, dat is een beetje een groene droom en die leeft nog steeds wel. Hè, van bomen nemen natuurlijk CO2 op en zo. Ja, laat dat dan in die boom zitten, bij wijze van spreken. Of we hebben zaagsel en dan kunnen we dat dan gebruiken. Ja, zaagsel gebruiken we nou voor een heleboel andere dingen. We willen niet dat die CO2 in de lucht komt. Dus je moet proberen daar hoogwaardigere producten van te maken. En niet om hout te gaan verbranden. Nee. En ik vind het heel erg jammer voor al die mensen die denken dat ze heel goed bezig zijn. En sterker nog, er is een enorme pelletindustrie over de hele wereld. Er komen nu vrachtschepen uit Estland om pellets aan te dragen. We gaan iets van 680 biomassaketels, biomassacentrales in Nederland bouwen volgend jaar. Maar de overheid, he, die heeft nog steeds het idee dat het stoken van het verbranden van hout heel erg duurzaam is. Ja. Nou, dat moet eruit. En wist het ministerie dit in 2016? Ja, toen ja. zij hiertoe ja. besloten? Ja, wij hebben vanuit de Academie van Wetenschappen in 2015 al echt aangetoond, he, dat het verbranden van hout een onzinnige bezigheid is voor duurzaamheid. Het meestoken van biomassa, dat is voor hen gewoon interessant, financieel. Ze maken daar gewoon winst mee. En het is voor hun dus ook heel logisch om te blijven pleiten voor biomassa. Ze krijgen daar subsidie op, dus het is gewoon voor hun een prima case. En zolang we rekenen alsof het nul CO2-uitstoot geeft, ja, is het voor de overheid ook aantrekkelijk. Want daarmee lijkt het anders of we de doelen halen. Meneer Van den Berg, meteoroloog, hoe ziet u het? Duurzaam? Volstrekte onzin. Onzin? Het is totaal niet duurzaam. Kijk, als het gaat om het terugdringen van CO2-concentraties in de atmosfeer, klimaatverandering loopt zwaar uit de hand. Temperaturen stijgen heel snel. Dat heeft te maken met broeikasgassen in de atmosfeer. Nou, moeten we zorgen als wereldbewoners dat we die concentratie broeikasgassen in de atmosfeer terugdringen, emissies terugdringen. En als je dan met hout gaat stoken, in houtmassa zit minder energie dan bijvoorbeeld aardgas. Dus als je op houtmassa gaat stoken, is de CO2-uitstoot vergeleken met aardgas 2 keer zo hoog. Vergelijk je het met het vieze steenkool, dan komt er nog steeds 20% meer CO2 in de atmosfeer dan steenkool en ook stikstof. En we hebben in Nederland momenteel een groot stikstofprobleem als op de koop toe. En we moeten zo snel mogelijk met de onzin stoppen van biomassa verbranden. De aanname is dat op het moment dat je biomassa, dat je die gebruikt, dat broeikasgasemissie neutraal is. Yeah. Dat is een onjuiste veronderstelling. En dat lijkt dus nergens op. Op het moment dat je dat als veronderstelling hanteert, dan reken je jezelf rijk zonder dat je ook maar enige bijdrage levert aan de vermindering van de broeikasgasemissie. Ja. U zei eigenlijk dat als je hout verbrandt, maak je veel meer CO2 per zeg maar kilowattuur gegenereerd dan met steenkool, laat staan met gas. En het duurt 50 jaar voordat dat dan weer zeg maar zichzelf hersteld heeft in bos als je het alles weer aanplant. Dat klopt. Als je nu hout gaat verbranden, dan vreet dat in feite de emissie van broeikasgasemissie veel meer dan per kilowattuur dan voor steenkool of voor gas. Als je dus nu het echt zou bekijken wat het beste is voor de komende 50 jaar, die bomen hebben zo'n ongeveer een regeneratietijd van 50 jaar niet waar, dan zou je nog moeten besluiten tot gas. Want als wij gas stoken de komende 10 jaar of die tijd tot 2050, dan stoten we dus minder CO2 uit in die atmosfeer. Die komende decennia zijn doorslaggevend in plaats van biomassa. Want dan ben je dus slechter af, dan heb je meer in die atmosfeer. Dus voor de hele kritische periode van de komende 30 à 50 jaar zou ik ook dan nog zelfs naar alle mits en maren zeggen, doe dan toch liever gas uit Rusland dan die biomassa uit Amerika. De opname en vastleggingscapaciteit van de bossen en oceanen is volledig benut. De werelduitstoot is groter dan de opnamecapaciteit. Er blijft dus steeds meer CO2 in de atmosfeer achter. Om de toename van CO2 in de atmosfeer te stoppen, moeten we fossiele brandstof vervangen door andere energieopwekkers die minder CO2 uitstoten. Daar hoort houtige biomassa dus niet bij.
Daardoor komt immers nog meer CO2 in de atmosfeer vrij, terwijl daar geen extra vastlegging van CO2 tegenover staat. Naast het niet relevante argument dat CO2 van houtige biomassa gecompenseerd wordt, zijn een tweetal andere argumenten wel relevant. Biomassa is vernieuwbaar in tegenstelling tot fossiele brandstof die eindig is. Verbranden van fossiele brandstof leidt tot de noodzaak van een immer groeiende vastleggingscapaciteit van CO2. De voorraad CO2 boven de grond neemt immers jaarlijks toe. Doch deze twee argumenten wegen niet op tegen de conclusie dat, zolang de CO2-concentratie in de atmosfeer boven de streefwaarde ligt, is vervangen van fossiele brandstof door biomassa contraproductief. CO2 uit hout en CO2 uit steenkool, dat is als een euro uit Rotterdam en een euro uit Groningen. Het is precies hetzelfde. We hebben te veel CO2 in de lucht. Dat is gigantisch. En we hebben een energieakkoord gemaakt om dat naar beneden te brengen. En nu zie je dus het merkwaardige. Dan noemen ze biomassa iets anders dan steenkool en aardgas. Biomassa? Nee, daar stort geen CO2 uit. Wereldwijd is er afgesproken dat de CO2 die uit houtverbranding komt, dat die niet telt. Terwijl het is een enorme hoeveelheid. Het is het dubbele van als je aardgas gebruikt. Dus wacht even, de CO2 wat uit houtverbranding vrijkomt, dat telt niet mee als... Als CO2? Nee. Nee. Maar het is toch dezelfde soort CO2? Het is precies hetzelfde. Alleen het idee is, die vliegt over de oceaan terug naar die bossen en dan wordt die weer opgenomen. Als je daar een beetje naïef over denkt, is dat een heel mooi systeem. Probleem is alleen, een bos groeit heel erg langzaam en onze centrales verbranden heel erg snel. Er is te veel CO2 in de lucht. Die bomen die we planten en die we hebben, kunnen die CO2 al lang niet opnemen. En als we dus de CO2 ook nog extra toevoegen door verbranden van biomassa, dat kan het niet aan. Wat we heel hard nodig hebben, dat is een onafhankelijke adviesraad over energie. Van mensen die er verstand van hebben, die er niet ter brood mee verdienen. Die ook niet naar de regering hoeven te kijken, heb ik volgend jaar wel een salaris. Gewoon van experts die ergens anders ter brood verdienen en die bij elkaar kunnen komen en zeggen, hoe zit dat nou echt? En die dat aan de mensen kunnen vertellen. Dat ontbreekt in Nederland en dat is een heel ernstig probleem.